Zaterdag 1 september vinden in de Rabozaal van de Agnietenhof in Tiel twee benefietconcerten regio voor Rivierenland plaats. De een begint om 3 uur en de ander om 8 uur 's avonds. De opbrengsten komen ten goede aan de kinderafdeling en poli van het ziekenhuis Rivierenland. Er staan optredens gepland van Floris Kolvenbach. De wat oudere Tielenaren zullen hem ongetwijfeld nog herinneren als frontman van de Tielse underground rockband The Dream. De avondvoorstelling heeft als extra optreden Willem Gradissen en vrienden. De oud-wethouder van Tiel en tegenwoordige burgemeester van Mook-Middelaar zal onder andere zijn bekendste lied Vergiet Tiel Nie op de planken brengen. Op 1 september dan is er een avond, een benefietavond, een benefietconcert. Eigenlijk de opbrengst voor de kinderafdeling van het ziekenhuis Rivierenland. En de organisatie is voor een groot deel ook gebeurd met Floris Kolvenbach. En ze hebben mij gevraagd of ik daar ook een bijdrage aan wil leveren. En dan wil ik graag doen muziek maken, kunnen ze me vaak voor bellen. De zingende burgemeester, zo word je ook wel genoemd. Oud-wethouder hier in Tiel, wat gaat er die avond plaatsvinden? Ja, het was in de tijd de zingende wethouder. Hè? Wat gaat er die avond plaatsvinden? Er is een akoestisch optreden van Floris Kolvenbach. En daarna vooral een elektronisch, met elektronische instrumenten. Dat is eigenlijk zijn specialiteit. Hij was eigenlijk de oprichter in de tijd, de frontman van The Dream, hè, waar ook John van Buren deel van uitmaakte. Wij verzorgen een programma van ongeveer een half uur met liedjes van de cd's Dromen aan het water en Vergeet Tiel Nie. Vergeet Tiel Nie doen we natuurlijk ook in Tiel, dat is logisch. En er is na afloop ook nog een gezellig gedeelte met What's Next. En er is nog een clown die ontvangt, dus het is een gevarieerd programma op 1 september. Zowel een matinee voorstelling als avond, alleen wij spelen alleen 1 september 's avonds.